De luchthaven van Zaventem, einde mei 2015. Infrastructuurspecialist Aswebo start met de renovatie van runway 25L07R. Het is precies 30 jaar geleden dat dit deel van de luchthaven grondig werd vernieuwd, volgens de strengste internationale normen. Er gingen maanden van uiterst precieze planning aan vooraf, samen met de onderaannemers en Brussels Airport Company. De renovatie zal geklaard worden in twee fasen. Eerst het grootste deel van de runway zelf, die is ruim 3 kilometer lang en bevat een extra project, de renovatie van de autotunnel die onder de runway doorloopt. De tunnelkoker wordt volledig blootgelegd, want de waterdichting voldoet niet meer. Als er water incijpelt, gaat het betonijzer roesten en brokkelt het beton af. Het hele pakket verharding boven de tunnel moet daarom laag per laag heropgebouwd worden. Daar komen enkele erg gespecialiseerde technieken aan te pas. Intussen zitten ze ook elders op de runway niet stil. 2 tot 3 lagen asfalt gaan eruit, maar ook de afwateringskanalen, de kabels en de transformatorbakken van de signalisatie. Langs de zijkanten van de baan wordt ook de fundering onder het uitgebroken asfalt verwijderd. Er ontstaan enorme bergen puin. Dat zal niet zomaar gedumpt worden. Alles wordt netjes gesorteerd en daarna gebroken en gezeefd, want een groot deel van het puin is bestemd voor recyclage. Dankzij de combinatie van aan- en afvoer, het recycleren van de opgebroken materialen en een geoptimaliseerde planning, wordt de impact op omgeving en milieu tot de laagst mogelijke grens gebracht. Waar de fundering werd weggegraven, komt er een nieuwe laag. De grond wordt eerst gestabiliseerd door er een kalk-cementmengsel in te mengen met een bijzondere machine. GPS-gestuurde bulldozers trekken daarbovenop nog een extra laag fundering effen. Langs deze zijstrook is ook de heraanleg bezig van het afwateringssysteem. Er worden ongeveer 9 kilometer rioleringsbuizen gerenoveerd door het aanbrengen van kousen, beter gekend als relining. Ook de nieuwe kabels voor de signalisatie gaan de grond in, met een totale lengte van maar liefst 180 kilometer. De extra werken aan de autotunnel zijn intussen achter de rug. Alles wordt daar nu afgedekt met een zware betonplaat om de impact te minimaliseren van landende en opstijgende vliegtuigen. De enorme gewapende betonplaat wordt in 1 stuk gegoten, zonder onderbreking. Als dat voorbij is, kan het asfalteren van de runway beginnen. Op het eerste zicht is dit vergelijkbaar met de aanleg van een snelweg, maar dan veel breder en met een veel dikkere opbouw. Het is intussen hoogzomer en de grote vakantiedrukte is begonnen op de luchthaven. Elk jaar lopen hier maar liefst 22 miljoen reizigers door de controleposten en de gates, op weg van of naar hun vliegtuig. Dat er midden in de zomerpiek grote werken aan de gang zijn op een runway en dat daardoor niet alle banen op hun volledige capaciteit beschikbaar zijn, daar merken deze mensen niets van. Aswebo en de luchthavenautoriteiten hebben alles tot in de kleinste details uitgekiend. Zo slaagt ook de luchtverkeersleiding erin om al het vliegverkeer vlot en veilig af te handelen op een beperkt deel van de pistes. Veilige take-off en touchdown zijn de hoogste prioriteiten op een internationale luchthaven. En dat vraagt runways als biljarttafels. Het is dan ook geen sinecure om de diverse lagen asfalt over een lengte van zowat 3 kilometer en met een breedte van 45 meter naadloos en supervlak aan te leggen.
Bovendien moet het geheel lichtjes zijdelings afhellen, zodat het regenwater er nadien makkelijk kan aflopen. Dit onderdeel van het project is voor Aswebo niet nieuw op de luchthaven. 18 jaar geleden renoveerde Aswebo de bovenste asfaltlagen al eens, met succes. De inzet van machines en mensen is voor dit project van een overtreffende trap. Zo zijn er ongeveer 10.000 vrachtwagenladingen nodig om alle nodige materialen ter plaatse te brengen. En nog eens zoveel om de uitgebroken materialen af te voeren. Als je al die vrachtwagens achter elkaar zou parkeren op één rijstrook van een snelweg, dan staat er een rij van Brugge tot Leuven. Met alle andere ingezette machines erbij zou de rij nog veel langer zijn. Om het gewenste resultaat te krijgen, wordt de toplaag op volle breedte aangelegd. Daarvoor rijden maar liefst 6 tot soms 8 uitgebouwde asfalteringsmachines zij aan zij. De toplaag is van het type Marshall, met als bindmiddel een hoogwaardig elastomeerbitumen met een hoge resistentie tegen temperatuurschommelingen. Tegen het einde van het project zal maar liefst 100.000 ton verse asfalt verwerkt zijn, voor een oppervlakte die ongeveer zo groot is als 42 voetbalvelden. Anderhalve maand na de start van de werken begint fase 2. Nu moet nog eens exact hetzelfde gedaan worden op de kruising met de diagonale runway van de luchthaven. Omdat de vliegtuigen hierdoor maar 1 volle baan en 2 ingekorte banen ter beschikking hebben, moet deze fase in 10 dagen achter de rug zijn. Daarom wordt de inzet van machines en personeel nu aanzienlijk verhoogd. Elk onderdeel van het project is even belangrijk voor het gewenste eindresultaat. De signalisatie op en langs de runway niet in het minst. De bedoeling is om weer een volledig perfect werkend bebakeningssysteem te hebben, met LED-technologie om het verbruik ervan te beperken. Er zijn 1500 lampen nodig en evenveel transformatoren en regelaars. Elke transformatorbak krijgt tenslotte ook een betonnen beschermkraag. De uitgeharde toplaag wordt voorzien van duizenden evenwijdige groeven die bij regenval mee zullen helpen om het water af te voeren. Het geronk van zware machines dooft nu stilaan uit. De voorbije maanden draaide de hele vloot machines er bijna 200.000 liter brandstof door. De onderaannemer die verantwoordelijk is voor de markeringen op de tarmac is nog met man en macht in de weer. De markeringen moeten heel precies zijn en van hoge kwaliteit. Alles samen is voor dit precisiewerk ongeveer 8.000 liter verf nodig. Bij en een halve maand na de start van de werken kan de vernieuwde baan opgeleverd worden. Zowat 1500 betrokken personen van studiebureaus, toeleveranciers, onderaannemers, de opdrachtgever en Aswebo zelf hebben alles gegeven, zodat Aswebo dit project voortijdig en conform alle vereisten kon afronden. Miljoenen luchtreizigers zullen de komende 30 jaar opnieuw een feilloze take-off of een zachte landing meemaken op runway 25L07R.